Ja, dan wordt het voor mensen die moeilijk zitten in de financiën ontzettend moeilijk. Ja, daar zou ik erg medelijden mee hebben. Ik kan het gelukkig zelf nog wel aardig dragen, maar ik ben er wel bang voor. Maar er is een groep die gaat het moeilijker krijgen. Sorry? Er is een groep die het moeilijker gaat krijgen. Ja, ja, zeer zeker. Ja. In de winkels, kleding, alle kanten. En welke producten zijn dan duurder geworden? De basisproducten vind ik, waar de mensen vaker gebruiken. Dan merk je het vaakst. De eerste levensbehoeftes. Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad, dat merk je wel, dat alles duurder was. Normaal ging je naar de supermarkt en dan had je voor een boodschappentas €25. En nu betaal je €50. En welke dingen zijn duurder geworden? Levensmiddelen, benzine, noem alles maar op. Alles is gewoon duurder geworden. Een tikkeltje wel, absoluut. Maar ja, de kosten moeten natuurlijk wel ergens verrekend worden. Daar zie je ook, onderweg is het heel erg druk. En als je een heel klein beetje uitkijkt en bewust bent, dan valt het eigenlijk toch nog wel mee. Dat alles veel duurder geworden is. En waar merkt u dat aan? Aan mijn boodschappen, aan de kleding. Ja, verder heb ik eigenlijk nog geen ervaring, maar dat soort dingen, dat is mij al opgevallen. Wat voor dingen zijn de duurder geworden? Het melk is aardig gelijk gebleven, maar de groenten, het fruit, kaas, eigenlijk al die levensmiddelen, die zijn allemaal toch wel een paar cent duurder. In de supermarkt heb ik het wel al gemerkt, maar ik heb nu net wat inkopen gedaan bij de Jamin en ik heb de prijs nog niet kunnen vergelijken. Maar dat zijn vaak ook luxere artikelen waar je niet kijkt op een paar dubbeltjes, om zomaar om een paar eurocent. En heeft u al iets gemerkt van de stijgende energieprijzen? Ik heb nog geen ervaring ermee, maar ik ben er wel bang voor. En houdt u daar rekening mee? Ja, ik probeer zoveel mogelijk zuinig te stoken, zuinig met gas te zijn, met elektrisch. Ja, mijn lampen branden niet de hele avond allemaal op volle kracht. Het zijn in ieder geval dure tijden. Het is een dure tijd. Lampen op ledlicht en die aan- en uitspringen, ledlampjes, daar probeer ik het zoveel mogelijk mee te doen. Daar staat ons toch nog wel wat te wachten wat dat betreft, hè? Daar maakt zich iedereen zorgen om. En vooral die oudere generatie, absoluut. En ik vind, het kan altijd nog wel een tikkeltje minder. Dat, zo denk ik dan. Hè? Maar mensen met gezinnen en met kinderen, dan wordt het natuurlijk wel een heel ander verhaal. En mensen met een minimaal inkomen, hè? Dat zorgt wel een hoop zorgen die er toch aan gaan komen. En wat moet er dan met al die mensen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen? Oh, dat is vreselijk. Ja, gewoon. Is de nieuwe armoede in aantocht? Oh, allang zo. Het is allang in aantocht. Ik doe zelf vrijwilligerswerk en ik merk heel veel mensen met heel veel vragen. Waar ze dan kleding, voedsel. En ik zie ook op Facebook heel veel aanvraag op eten en kleding. Maar dat het allemaal anders gaat worden, daar ben ik toch van overtuigd. Verwacht u dat de prijzen verder zullen stijgen? Absoluut. Dat kan niet anders. We zijn met heel veel mensen, maar een beetje respect en een beetje dat we het samen kunnen delen, dat zou toch iets goeds kunnen zijn voor de toekomst. Ja. Maar u hoeft nog niet op een houtje te bijten? Nee, ik heb wel AOW, dat ziet u wel. U ook misschien. Maar we hebben het goed. En zeker in ons Nederland. Verwacht u dat de prijzen verder zullen stijgen? Ja. Dat gaat zeker gebeuren. Maar ik hoop dat de inkomsten ook meegaan. Ik las net dat de pensioenfondsen miljarden hebben gewonnen. Maar dat de pensioenen niet meegaan. Het rendement van de pensioenfonds ligt nog tussen de 7-8%. Alleen de rekenrente zorgt ervoor dat het niet geïndexeerd wordt. Dus het is een politiek verhaal. Als u nou minister-president van Nederland zou zijn, wat zou u dan doen om de grote kloof tussen arm en rijk wat kleiner te maken?
Degenen die lichtere werk verricht, kunnen langer werken. De mensen die bij wijze van spreken hardere werk verricht, zwaardere werk verricht, nou, die moeten gewoon wat minder. Gewoon realistisch kijken die dingen. Hè? Niet met een roze brilletje, want hè, we hebben hier 4 seizoenen in het jaar. Dus we kunnen niet elke de hele dag, je hele jaar door een roze bril dragen. Ja hoor, zeker. Zeker met deze economische malaise waar we nu in zitten van dan weer verder. Het gaat inderdaad wel omhoog. Maar ja, dat hoort gewoon bij de tijd van het leven op het moment, denk ik. Alles een heleboel mensen kunnen de touwtjes nauwelijks aan elkaar knopen. Dat geloof ik graag. Dat is ook zo. Sommige mensen kunnen dat ook echt niet meer en sommige mensen kunnen het wel. Heeft u nog een advies of tip voor deze of gene? Koop gewoon wat je echt nodig hebt en hou je geld in je zak. Sparen, niet op de bank, want je krijgt toch geen rente voor. Dus ja, dat is het. Dat wij mensen van elkaar moeten houden en elkaar moeten dragen en steunen. De normale arbeider. Ik heb niets meer toe te voegen aan uw wijze woorden.